Een schuur van een woning aan de Molensingel in Schiedam is dit weekend volledig uitgebrand. De brandweer Schiedam kwam met spoed ter plaatse en trof een behoorlijke brand aan. Daphne Roosburg is woordvoerder van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Wat was daar precies aan de hand in de nacht van vrijdag op zaterdag? We kregen dus even na 3:00 op zaterdag een melding van een schuurtje die in brand stond. Eenmaal ter plaatse werd voor ons duidelijk dat we met een uitslaande brand ook te maken hadden. En omdat dat schuurtje stond eigenlijk zowel tegen een ander schuurtje aan als tegen een woning. En dat was voor ons ook de reden dat wij een tweede blusvoertuig hebben opgeroepen. De ene ploeg heeft zich dus bezig gehouden met het uitmaken van de brand in dat schuurtje. En de andere ploeg heeft zich dus inderdaad bezig gehouden met het eigenlijk nat maken van de woning, waar het schuurtje dus tegenaan stond, zodat de brand niet zou overslaan. En uiteindelijk hebben we op die manier gelukkig kunnen voorkomen dat de brand ook oversloeg naar de omliggende woningen. Ja, want het was een flinke brand met enorm wat rook. Wat stond er allemaal opgeslagen in dat schuurtje? Nou, inmiddels loopt er een onderzoek naar bijvoorbeeld de oorzaak van de brand. En daar wordt inderdaad dan ook gekeken naar wat daar dan in dat schuurtje stond. De oorzaak is nog niet bekend, maar wat we in ieder geval wel weten is dat daar geen gekke spullen stonden opgeslagen. Dus gewoon je standaard tuinspullen zoals fietsen, tuinstoelen, tuinmeubelen, etc. Wat nu bekend is dat we in ieder geval kunnen uitsluiten dat het om brandstichting gaat. Maar verder zal later nog moeten blijken hoe het in ieder geval heeft kunnen gebeuren dat deze brand zo is ontstaan.